Ja, kijk, niet tegen met een nieuwe aflevering van Ruby Twinbow Rainbow Bell Adventures. We gaan even kijken als we daar dit level kunnen halen. Plus de boss. En there we go. Oké, okay, het is best wel weer een grote stage. Laten we iets naar een keer naar beneden vallen. Hé, hey, hier kom naar binnen. Oké, okay, dat is een bonus room met damage dingetjes. Wacht. Nog een soort bonus room. Ja. Die ging ook zo dood. Want ik had die andere stadlocatie moeten hebben. Dat zwarte doorgangetje. Ik ga beter een andere personage voor pakken. Namelijk Windboo. Dan kan ik makkelijker vliegen. Ga ik dus vanaf daar naar daar. Zoiets. Ik vond precies goed eigenlijk wat ik deed, tot ik daar terecht kwam. Dat was nog gewoon weer, heel makkelijk gezegd, jammer. Nog een poging. Oké, dan gaan we hier naartoe springen. We gaan vanaf hier. Dan kom ik gewoon weer naar beneden terecht. Zo fast as possible. Zo. En dan nu niet gaan vliegen. Kan ik wel tegenaan lopen? Ja, dus. Wat erop landen moet ik dus niet gaan doen. Oké. Okay. Winby. Ting, ting, ting. Dus als ik hier op het hoogste punt ben, die precies moet kunnen halen. Het moet toch te halen zijn? Ja. Nou, die key heb ik dus niet. Deze deel, dat kreeg geen enemies. Best wel een afstandje, kan ik dat soort dingen doen. Kijk, nu ook hier tegen. Kijk eens aan. I achieved the goal. Did it! Boo! 1 minuut 19. Time for the boss battle. We shall see what it gives. Wat? Moet ik dus niet aanraken? Maar dat wordt dan nu pas een keer gezegd en niet eerder. Oké, okay, dat gaat nog heel leuk worden. Oh my god.
Wat een shit boss. Twee hits moet ik hem geven. Dan is hij dead. Oké. Ik moest haar remmen voor iets anders. Anders was ik ook dood. Nou, nog maar een paar leveltjes te gaan. En dan krijg ik de boss fight. Oh, dat is zo leuk. Nog vier levels, dan komt de boss fight. En dan is het spel ook zo goed als afgelopen. Come on. Up. Come down. Bossy boss. Shoof. And come down. En kom nog een keertje. Nog één hit. En hij is dood. En he's dead. Oh, ik vind deze aflevering wel heel erg kort eigenlijk. Om hem hierbij af te sluiten. Dus ik ga nog kijken in het nieuwe level. In de nieuwe wereld. Wat er gaat gebeuren. Dus, wat is dit? Stage 5? Area 5. But clear. We did it. Next. Take it, I. Oh. Dat was heel jammer. Maar wat in deze wereld vliegen ook steeds belangrijker. Dus. Ik weet wel hoe laat het is. Compleet iets anders dan normaal. Hop. Dat was ook best wel leuk. Trouwens, eerlijk mag zeggen. Ik ga gewoon doorheen springen. Chill. Hoesten. Moet ook gebeuren. Ja, dat wist ik nog gewoon dat ik dood ging. Want ik had te veel boost. Wat denk ik weer voor blauw? Voor Windy? Windy. Dat was hem. Let's do it. Take it eye. Oké, daar gaan we. Hit, hit, hit. Zo zou je ook moeten kunnen, toch? Daar gaan we dan. Hoppa. Wat heb ik gekregen van jou? Ah, een shield. That's a nice. Oké. Maakt niet heel veel, ik kan gewoon hier weer rennen. Toch zo'n star power-up achtig iets heb. Dus als ik ongeveer hieruit kan komen dat ik wel goed zit. Open. Oeh, close one. Is ook niet heel veel bijzonders. Precies wat ik net was. Hanna. Dit is waarschijnlijk ook niet.
Dat had ik al gedacht. Oh, dat is wel handig op zich, die power-up. Alleen niet zo handig dat ik hem aan het einde krijg. Ik heb liever wat eerder gehad. Nou, hier ben ik een keer geweest. Oké, waar kom ik hier uit? Gat geven! Danger sign! Ooh. I love danger signs! Oh wacht, moest ik overheen vliegen. Oh god. Ik ga weer zo'n level worden. Let's do it again. Maar we zijn wel bijna klaar met het spel. Maar ook als we eerlijk zijn, hè, dit is een van de weinige spellen die ik bijna al uitgespeeld heb op het kanaal. Weet ik ook niet zo ver met het idee van laat spel uitspelen. Omdat ik weer zo'n spel toch niet zo heel erg leuk vind, dat einde. Maar ja, sommige spellen kom je ook niet om uit te spelen. Die moest ik hebben. Hoppa! Wat kan ik? Wat? Huh? Waarom kan ik dat niet destroyen? Wat is dit dan voor een game? Jesus. Over and over again. It goes wrong. Wait a minute. Ik kan nog gewoon via deze kant. Ook gewoon letterlijk van alles. Waarom wist ik dat niet? Best wel chill. Maar waar kom ik dan eigenlijk uit? Dat zou best wel handig zijn als ik op de goede plek uit zou komen. Alleen, waar kan ik die nou weer uit? Hier dus. Heb ik weer bereikt? Echt helemaal niks. Dat ik bij de dood ben. Joehoe. Daar doen we het voor. Maar, ik heb wel weer meer HP nu. Maar hij zit in één van deze toch voor een oranje. Een groene. Ik ga niet dood door jou. Ik krijg wel damage door jou. Maar het is in ieder geval beter dan doodgaan. Oké, ik ga weer dood. Ik had die andere kant gewoon nooit op moeten gaan. Dan zie je het maar weer. Gewoon de route die het spel aangeeft, blijf volgen. Oké, maar dat heb ik ook gedaan. Alsnog ga je dood. Nou ja, lekker dan. Dat waren de games van vroeger, hè. Ze moesten er erg moeilijk mee maken. Maar via links of rechts manier doen. Moest toch gedaan worden. Zo, ik krijg een hoedje erbij. Gas geven met vliegen. En dan wil ik jou graag plat hebben.
had niet het idee dat ik schade erbij kreeg. Maar ik zat dus hier gratis erbij van jou. Ik heb een krab, ik heb jeuk. En dan gaan we weer. Kijk, het voordeel is dat ik nu hier dus kan gaan staan. Omdat ik schade kreeg. Deze hoef ik niet te hebben. Wat was dat, deze? Nee, volgens mij ook niet. Zo, dat was wel een leg spike. Dan heb ik weer een goede power-up. Helemaal het einde. Deze was dat toch? Ja! Woehoe! Dan gaat hij weer dicht. Ik heb de vorige keer niet zo goed op opletten, want ook is dood kind. Ik moet anders wel vragen wat er mis ging. Want zo kan ik hem nou wel halen. Ik had nog heel veel boost, dus ik moest er even vanaf. Oeh, die scheelt niet veel. Ik was daar gewoon serieus dood. Dat was gewoon letterlijk damage. Gewoon nergens op sloeg. Dat is het hele idee hiervan. Hè? Ik snap het niet. Nou, eerst die bal ontwijken en daarna moest ik ze vermoorden? Ik snap het niet. Zullen we er nog een keer naartoe gaan? Nog weer een keer een leuke pushmelding op mijn telefoon. Zo raakt de afgelopen paar minuten. Afgelopen kwartier. En gaat geven naar boven. En dan gaan we die kant op. Zo snel mogelijk. Doe deze middelste. Als eerste. En dan kan ik hier meteen in. Dan zijn we weer deze. Ja. Dat klopt, dat was deze inderdaad. Zoef. Hop. En dan gaan we weer hierheen vliegen. Dit is verschrikkelijk. Ik heb verder ook totaal geen items ofzo. Niet zo hikken. Dit moet je gewoon goed timen. Oké, daar gaan we weer. Oké, dat is toch damage. Oké, there we go. I can. In this weird room. Ze gaan dus eerst voetballen. Ik snap het niet. Kan aan mij liggen. Maar ik zoek wat meer items eerst verzamelen. Kan ik een andere ruimte proberen. En nog een poging hier omhoog. Hoppa, hoppa.
Dat is meer dan 9 of 10 keer dat ik spel heb nooit uitspeeld. Dat is gewoon niet begrijp. Dat gameontwikkelaars tegenwoordig denken van... Iedereen begrijpt hun games. Maar dat was in deze tijd al een probleem. En nu heb ik nog een groter probleem dan eerst. Laten we eerlijk zijn. Tikkie. Nee! God dang it! Ik ga nog één poging proberen. Met de Windbow. Let's go. Hop. Gaan we hier tussendoor slakkeren. Ah, slakkeren. Nou, we kunnen dialecten praten. Hop. Hop. Dan springen we hier weer omhoog. En dan moet ik hier naartoe springen. Dan wil ik dat graag hebben. Met die. Oké, okay, daar gaan we een heel eind mee. Zodra we daar ingaan, kom ik op dezelfde plek terecht waar ik toen met stad terecht kwam. Gehaald. Is er heel veel aan gehad? Daar komt een item uit. Daar heb ik tenminste wat aan. Maar wacht, deze is heel snelle weer. Sjoef. Nou, dit ook echt maar net op de randje weer. Boven zit dus niks. Dat is ook goed om te weten. Ik heb met meer items erheen dan de vorige keer. Ik hoop dat ik ze allemaal vast kan blijven houden. Ongeveer nu zijn. Ongeveer nu. Ongeveer nu spring. Dat zou ook al moeten komen. Dat is passiert. Kant je nou. Maar nu heb ik dus wat meer items, dus ik kan nog wat meer bereiken. Nee dus. Toch vernietigen dus. Moest toch hier naartoe. We did it! Woo! In ieder geval, laat een like achter. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg!